Mijn naam is Jean-Paul Rizon, dit is Jordi Amali en het is tijd voor een nieuwe FC Buitenland. Hoe zou jij dat laten doen? Ik bedoel, jij zal ook wel een keer vader worden. En dan zeg je zo in één keer, papa, ik wil nog verder. Schiet ik hem in zijn knieën. Ja, dacht ik dus al, ja. De Engelse Premier League. Yes, jij moest... In de Kuip zitten, of jij wilde in de Kuip zitten. Ja, ik wilde vooral in de Kuip zitten, ja. En ik zat thuis op het bankje met Tottenham Arsenal. Ja. Volgens mij, ja, misschien qua entourage heb jij het leuker gehad, maar qua voetbal heb ik het zeker leuker gehad. Nou ja, ik moet zeggen dat als ik had kunnen kiezen tussen of ik naar AZ Vitesse mocht of de Noord-Londen, dan had ik het wel geweten. Ja. Dan was ik zeker naar Londen gegaan. Misschien ook geen eerlijke vergelijking, maar nee. Op zich, het duurde even tot het een beetje los kwam. Ja, de doelpunt viel natuurlijk kort achter elkaar en toen was het ook meteen gespeeld, maar Arsenal... Had wel weer vrij weinig in te brengen hoor. De ene naar de andere kans. Eriksen, Ali, iedereen had het op slot daar ook. En ja. Ja, ik toch wel bijzonder om te zien eigenlijk hoe Tottenham maar door blijft gaan. 9e zegen op rij. 13e thuiszegen op rij. Zijn met name thuis dit jaar ijzersterk. En dat wordt dus pittig, want ze moeten naar Wembley. En dan gaat het nog niet zo lekker. Daar gaat het zeker niet zo lekker. Dat was wel trouwens dit weekend ook een fantastisch evenement. Maar dat zullen de meeste kijkers wel gezien hebben, denk ik. Ja, dat boksen was genieten. Tom wil van ons weten, is Tottenham Arsenal langzaam voorbij aan het streven? Nou, dat denk ik wel, ja. Ja. Kijk, Tottenham en Arsenal hebben natuurlijk... Arsenal heeft een paar jaar geleden een heel groot stadion neer laten zetten, hè, om die stap te maken... Naar zeg maar de echte Europese top. Ja. Nou, dat is niet helemaal gelukt, mogen we wel zeggen. Hè? Terwijl er toch vrij veel is geïnvesteerd. En Tottenham, ja, die hebben gewoon langzaamaan de laatste, ik denk, 5-6 jaar... hebben ze gewoon een heel goed team neergezet. Met gewoon gerichte, goede aankopen. Ja. Ik denk, heel hoog slagingspercentage, denk ik. Ik zie daar ook zeg maar, voor de aankomende periode niet zomaar alles weglopen gezien het succes. Nee, ik denk dat er best wel veel jongens trouw zijn aan Pochettino. En zij krijgen nu dus een heel mooi stadion. Ze hebben een fantastische trainer. Ze hebben een geweldige verdediging. Ze krijgen bijna niks tegen. Ze hebben een spits die ze uit alle hoeken en standen inschiet. En ze hebben er 2 op 10 lopen die ze wel voorbereiden. Europese top, dus, zeker weten. Dus ja, Tottenham. Ik was eigenlijk al heel verbaasd dat ze dit jaar Europees zo roemloos ten onder gingen. Maar is Tottenham Arsenal voorbij? Op dit moment wel, maar dat kan ook volgend jaar zo veranderd zijn. Want... Dat heeft Wenger ook een aantal keer aangegeven. Het is nu voor het eerst in 20 jaar dat ze boven ze gaan eindigen, et cetera. Dus hij zegt, ja, zo snel kan je dat allemaal niet bepalen. Wat vind je daarvan? Want je ziet nu overal, je zag mensen op de tribune met Mind the Gap en zo, weet je wel. Al die Tottenham-fans. Ja. Ik zou toch wat ingetogener zijn als je voor het eerst in 21 jaar boven zijn eindigt, weet je wel. Ja? Niet gewoon volledig uitbuiten? Wie weet komt het nooit meer. Ja, dat zit ook wat in. Het is een beetje als die titel in Rotterdam. Ik zou feesten tot ik er ben neervolgen. En dan, Andere vraag over deze wedstrijd. Gaan Spurs ooit kampioen worden van Arjan? Of zijn ze nu gewoon aan het overachieven? Nou, kijk, wat Chelsea kan, kunnen zij ook. Niet op dit moment, hè, want Chelsea gaat dit jaar gewoon kampioen worden. Daar lijkt mij geen twijfel over te bestaan. Maar kijk, ze hebben de aantrekkingskracht van Londen. Ze hebben een geweldig nieuw stadion. Ze hebben een geweldige selectie. Waarom zouden zij niet kunnen wat andere clubs wel kunnen? Wat nu doen, ja. Ja, vorig jaar was dat Leicester, nu is het Chelsea. Ik zou het dooddoen, hoor, maar... Ja, nee, maar feitelijk is het natuurlijk wel zo. Ik heb een paar keer al gezegd dat ik het niet zo in geloof, omdat... Er is altijd wel een ander, waardoor het op een of andere manier hun niet lukt. En ik denk dat is een eeuwige tweede. Zijn ze natuurlijk nog niet zo heel lang. Maar ja, zoals vaker gezegd, als dat moet gebeuren, had vorig jaar moeten gebeuren, zo, hadden ze het ook wel verdiend. Ja. Maar ik denk dat er altijd, want die traditionele top, daar gaat er altijd eentje van te goed zijn, denk ik. Ben ik bang voor ze. Het zou heel zonde zijn. Ik zou het wel heel tof vinden in ieder geval als ze een keer kampioen worden. United kreeg Swansea op bezoek. Dat werd 1-1. Het moment van het weekend is denk ik de gelijkmaker van Sigurdsson. Ik weet niet. Ja. Herrera wordt echt op kinderachtige manier in de luren gelegd doordat iemand erop afstopt. Hij twijfelt. Hij stond op de doellijn. Op de plek waar die bal binnenvalt, rent naar voren en gaat er alsnog in. Het deed me een beetje denken aan FIFA. Weet je wel, als je naar voren, dat je op de doellijn gaat staan. Krijg je dat op je flikker, weet je wel, als je dat doet. Ja, kijk, hij rende naar achter dus onder de doellijn die vrije bal. Dus dat had hij eigenlijk heel slim gezien. Maar wat zijn medespelers ook wel goed door hadden, was dat Llorente dan totaal geen buitenspel stond. Dus met een slim chipje had hij dan ook, had hem ook ongetwijfeld gemaakt. Alleen hij had daar natuurlijk nooit van die lijn af moeten komen. Als je er eenmaal staat, dan had iemand anders naartoe moeten gaan. Want met zoveel mensen stond Swansea daar niet, weet je.
vind het zo zwak van De Gea om voor deze tactiek. Het is toch wel, ik denk, hè, als ik zie, een Neuer doet dat niet. Of iemand nou een goede vrije trap kan nemen of niet. Daar sta je voor, weet je. Ja. Ik vond het een beetje matig dat je, dat je daarover nagedacht had om hem daar niet te zetten. Ja. Alhoewel, alle credits voor Sigurdsson, want die kan echt wel wat uit dode speelmomenten. Ja, en eigenlijk had Swansea gewoon moeten winnen. Hè? Want als je die penalty meeneemt, zeg maar, die United krijgt... Moet het ja, de vraag van Tom, wat we vonden van de duikeling van Rashford. Ja. Nou ja, kijk, bij Match of the Day begonnen ze een hele ethische commissie erover van, je moet dat niet doen. Ja, ik begrijp wel dat hij het doet. Ik vind het ook niet leuk, weet je wel. Nee. Maar ja, je ziet die keeper zo komen. Je weet dat hij altijd een schijn tegen heeft. En hoef je niet zoveel te doen. Hij viel al inderdaad. Ja, er was nauwelijks contact, het was nooit een penalty, maar hij krijgt hem wel. En ja, kan je de scheids dat verwijten? Ja, hij stond niet helemaal goed. Maar het is wel lastig. Als hij wel goed stond, was het ook nog steeds lastig om te zien. Want in eerste instantie dat je het ziet, denk je, het is een penalty. Ja, ja, het is ook gewoon, volgens mij, overal sinds we hem voor het eerst hebben zien verschijnen, een hele positieve, leuke gozer, die dat niet altijd doet. Hij had niet de wedstrijd het was niet zijn middag. En dan kan je als spits misschien wel zoiets een keertje proberen. Het was sowieso een beetje Swalbe weekendachtig, hè? Want Harry Kane natuurlijk, daar was ook twijfel over. Wat ik wel een penalty vond trouwens. Ja, op volle snelheid. Wel heel slim van Kane. Maar ja. weet je nog een paar weken geleden dat we dat over Memphis zeiden? Ja. Ik vind dat niet zozeer de Swalbe, maar ik vind dat moet je gewoon doen. Want ja, dat is een fout van de keeper. Of, en in dit geval zijn tegenstander. En ja, de meest opzichtige was natuurlijk Leroy Sané tegenover onze eigen Martin de Roon. Ja. Dat was wel heel sneu, hè? Want dat was natuurlijk nooit... Nee, de Roon had zelf ook nog een leuk momentje met Kolarov. Ja, precies. Het was sneu voor ze, want ze waren dicht bij een overwinning tegen City. Maar ja, Middlesbrough kunnen we ook al afschrijven, denk ik. En ja, natuurlijk jouw Sunderland. Ja, Daniel kwam met, kunnen we concluderen dat het masterplan van Moyes gisteren nog weinig succesvol is? Het masterplan was, we need to concede less and to score more. Ja, als dat je plan is, dan... Dan weet je in ieder geval wel waar het probleem zit. Maar ik weet niet of je ermee opgelost hebt. Nee, maar ja, ik vind het ongelooflijk dat wij nu in deze fase van de competitie op het einde van het seizoen nog steeds over Moyes hebben. Ja. Ja, kijk, in Nederland hebben we wel eens van, je moet trouw blijven aan je trainer. Maar ja, dit wist je van tevoren al en je zinkt hem gewoon helemaal uit. Ze zijn nu officieel gedegradeerd en de club heeft er niks aan gedaan om dit te veranderen. Maar ik vind het wel echt heel jammer, want je zag gisteravond ook nog even... Alle trainers op een rij die daar de laatste 10 jaar hadden gezeten, weet je wel. Ja. En dan komen ze allemaal voorbij. De huilende dik advocaat, weet je wel. Di Canio, die in de derby bij Newcastle. Big Sam. Op zijn knieën vierde. Ja, Big Sam, Steve Bruce. Het is gewoon een toffe club, weet je wel. Toffe mensen volgens mij. En, maar goed, ja, ze hebben dit helemaal verkeerd ingeschat. Dus ze hebben het mooi lekker hun gang laten gaan. En ja, we hebben het fout zien gaan. Welke spelers, vraagt Ruben, verwachten wij die blijven behouden voor de Premier League? Ja, het is sowieso... Ze hebben nogal een aantal gehuurde spelers, dus die gaan allemaal terug naar hun eigen club. Ja. Daar valt niet zoveel over te zeggen, maar binnen de selectie wat ze hebben... Ja, waar wij allebei gecharmeerd van waren volgens mij is Kasri. Die zal waarschijnlijk wel, al dan niet in Nederland... Maar hij heeft ook zijn vorm van vorig jaar niet doorgetrokken. Nee, maar ik vind dat als je bij Sunderland moet voetballen, dat telt wel mee, zeg maar, in de afweging. Een Dong hebben ze voor heel veel gehad, is er ook niet uitgekomen, is wel een jongen die goed kan voetballen. Ja, ik kan me niet voorstellen dat niet iemand Jermaine Defoe meeneemt. Ja, ik hoop altijd Defoe natuurlijk. Ja, dat denk ik wel. En dan ook zijn er de twee rechtstreekse promovendi uit de Championship zijn bekend, hè? Ja. Brighton na jaren. Ja, dat is Anthony Knokkaard volgens mij, wat ik het hele seizoen heb meegekregen. Ja. Die schijnt daar echt wonderen te verrichten. Ze hebben een hele... Ik zal een tweetje delen of in de description over de voorzitter. Dat is een hele bijzondere man. Die zijn geld genereert met het berekenen van stads voor casino's en bedkantoren. En die is heel erg rijk. En veel Nederlanders. Hè? Veel Nederlandse invloed inderdaad. Dus ik ben benieuwd. Voor mij hebben ze altijd op de lagere regionen gespeeld. Ja. Dus ik kijk er naar uit. En van Sunderland die gevallen is natuurlijk jammer. Want... Newcastle is terug. Ja, dat vind ik persoonlijk fantastisch. Dat vind ik, ja, ondanks het jarenlange wanbeleid, vind ik gewoon een waanzinnige club. En die horen natuurlijk altijd in de Premier League thuis. Ik ben alleen benieuwd welke 18 derde rangs Fransen ze nu weer gaan kopen. Want ja, dat wordt natuurlijk... Ja, en ze hebben volgens mij ook nog een probleempje met de Fiat op te lossen. Want de Fiat is langsgekomen bij ze. En volgens mij de voorzitter, die moet zich verantwoorden voor een aantal dingen. Ja, dat is die sportkledingkoning. Van Maar daar kwamen we gelijk op internet fantastisch over... ga je maar verantwoorden aan de belasting voor de aankopen die ze gedaan hebben. Ja. En de bedragen voor wie ze verkopen. Nee, dat is niet te verantwoorden. Andere ploeg die nog steeds kan maken op promotie is onder andere Huddersfield Town. Ja, mooi. En daar zit de dribbelkoning
koning van Engeland en dat is Rajiv van La Parra. En wij vroegen hem hoe dat is om officieel de beste dribbelaar van Engeland te zijn. Hoe het voelt om de dribbelkoning van Engeland te zijn? Ja, het is, zijn leuke statistieken. Ik ben zo'n type speler en dat is mijn type spel. Dus ja, voor de rest niet veel bijzonders. Wie we het liefst hebben in de playoffs? Ja, ik denk dat we van onze eigen kracht uit moeten gaan. En dat we gewoon heel goed voetbal spelen. Dus het maakt op zich niet uit wie we loten voor de playoffs. We kunnen iedereen hebben dus. En dan in Italië, jouw wekelijkse stokpaardje. Ja, daar ga ik Crotone pakken een puntje tegen Milan. Ja. En Ruben wilde weten van jou, want Empoli en Genoa die verloren. Gaan ze er nog in blijven? Ja, ik was de enige nog die erin geloofde. En dit weekend had het kunnen gebeuren. Ik was die enige ja, uit de dood herrezen. Maar ja, dit weekend was wel cruciaal. Want op het moment dat zij hadden gewonnen van Milan, dat op bezoek kwam, dan was het gat nog maar geweest 2 punten. Ja. En ja, in deze vorm en Genoa wat... Dan was Europees voetbal nog mogelijk. Nee, dat ja. Ga je niet om. Maar Genoa die heeft al 13 wedstrijden of zo verloren. Dus die waren er gewoon aangegaan. En nu blijft dat gat misschien net iets te groot. En ja, ik vind het toch wel heel jammer. Want het was ook nog eens best wel onterecht. Want volgens mij was het doelpunt van Milan Hens gewoon. Dus ja... Volgens mij ook. Het is wel... Ik ben bang dat het nu... Ik blijf tot het eind blijf ik steunen. Maar ik denk dat het niet meer gaat gebeuren. Het had gekund. Ik ben in ieder geval zelf wel heel erg blij dat Bologna veilig is. Ja? Definitief. Ja, die horen in. Ja, qua stadion vind ik wel. Ik vind de ploeg niet zo bijzonder. Daar kan ik niet zo van genieten. En dan was er nog een Romeinse derby. Ja. En er was wederom een negatieve hoofdrol voor Kevin Strootman in de vorige duel met het flesje. Ja, en, de derde in korte tijd eigenlijk. Hè? Want we hebben natuurlijk de beker tussendoor gehad. Ja. Maar het was Lazio dat aan het langste eind trok. 1-3. Ja, ik moet zeggen, ik ben altijd heel erg fan van die derby, dat weet je. Maar ging dit keer niet ergens meer om. En als het dan de derde is in korte tijd... Ja, die klassico-moeheid die je ook ooit hebt gehad, weet je wel? Ja, nee, dat is absoluut waar. Maar inderdaad, ja, Strootman, ja, vind je dat dan slecht of vind je dat goed? Ik bedoel, ja, dit was ook wel een popduikje in de zuiverste vorm, zeg maar. Ik vind, ja, ik weet niet of misschien... Maar volgens mij zit er wel een soort van verschil in... dat je totaal niet wordt geraakt en doet alsof je doodgaat. Ja. Ten opzichte van die twee spitsen in Engeland... die gewoon over een keeper heen duiken en proberen het beste eruit te maken. Ja, ja ik vond dit is echt afgrijzelijk. Want je bedenkt het dus ook gewoon. Ja. Ja, die gozer die veegt echt een meter naast hem en gaat liggen en kermen. En ja, uiteindelijk gelukkig wint Lazio hem dan wel nog gerechtigheid. Maar complimenten trouwens voor Lazio, moet ik zeggen hoor. Die dat in dit seizoen met Simone Inzaghi. Wel wezen, die is dan vierde, weliswaar op gepaste afstand van de drie erboven. Maar gewoon bekerfinale. Ik denk dat voor hun met hun ploeg op dit moment maximaal haalbaar is. Inderdaad, ze winnen de derby van Roma, waarvan ik denk dat die hebben meer kwaliteit. Napoli heeft meer kwaliteit. Nou, Juventus hoeven we het niet eens over te hebben. Dus goed seizoen voor ze, man. Ja. En leuk, Nederlanders. Ja, de Vrij ging eraf, maar dat was niet ernstig. Voor de Vrij en dan komt Hoed erin. Ja, precies. Alleen Kiesner zal terugkeren, maar ik weet niet of hij echt daadwerkelijk gaat terugkeren daarop. Dat denk ik eigenlijk niet. Wat ik zelf ook wel tof verbeelde rond was van Torino-Sampdoria, maar eigenlijk niet eens echt van op het veld. Hè? Nee, want dan staat er ineens Bonucci op de tribune. En dan schrik je van een kind in een Torino-shirt op zijn arm. Ja. Ja, groot fan van Belotti. Heerlijk. En ook het haantje doen en zo. Hartstikke leuk. En echt wel tof eigenlijk. Hoe zou jij dat laten doen? Ik bedoel, jij zal ook wel een keer vader worden. En dan zeg je zo in één keer, papa, ik wil naar Venner. Schiet ik hem in zijn knieën. Ja, dat dacht ik dus al, ja. Laat ik het vooropstellen dat ik hoop dat ik niet zo'n slechte vader ben... dat hij gewoon zijn vader zo haat dat hij dat doet. Maar als hij het wil, dan moet hij maar met zijn moeder gaan, denk ik. Ja, ik vond het toch. Ja. Jij neemt ze wel overal mee naartoe? Ja, voor jou is het een beetje lastig natuurlijk. Nee, dat is voor mij niet lastig hoor, zeker niet. Maar goed... Utrecht de Traal. Huh? Waar kan hij naartoe? Waarschijnlijk wordt hij voor Ajax. Dat zit er dik in, ja. En daar ben ik lekker mee dan. Maar ja, daar ga ik wel gewoon trouw mee. Stuur je hem dan liever een beetje richting Rotterdam of Amsterdam? Dat maakt me echt geen donder uit. Ik bedoel, dan heb ik sowieso... Neutrale jongen ben je dan ook, heb ik sowieso al gefaald in mijn opvoeding. Dus ja, maar goed, Torino to Sampdoria, 1-1. Hartstikke leuk. Mijn broers nog weten, blijft Atalanta op plek 5? Geen twijfel, hè? Ja, gat is nou 5 punten naar Milan.
En zelfs dat is geen probleem, want de zesde plek geeft ook gewoon recht geeft op ook, Europees voetbal. Dus Europa gaat Hans Hartenboer sowieso in. Ja, en die speelde van de week gewoon als rechtsbuiten. Ja. Tegen Juventus. Ook geweldige pot trouwens, die zonde Zuid. Top Eurosport, goed voor jullie. Een keertje wel gedaan. Ja, inderdaad. Ja. Nee, maar dat was leuk. En dan hebben we een vraag gekregen van Mark, maar ik denk dat we die een beetje moeten... Hè? De Serie A liefhebbers en watchers, iedereen kent het wel. De vijf, even kijken, of de Serie A saai is. Drie Italiaanse ploegen in de top 5 van de meest gecreëerde kansen. Dus met ogen op, er is veel open spel, veel aanvallen. Ja, volgens mij staat dat ervoor dat in Italië tegenwoordig niet meer zo goed verdedigd wordt als ooit. Ja, klopt. Ik denk dat het meer is... dat mensen hebben bij Italië gewoon nog steeds een heel erg saai beeld. En er zijn ook wedstrijden in Italië die gewoon verschrikkelijk zijn. Bijvoorbeeld voor, ja, we hebben dit weekend dan, ik noem maar wat, ja, Chievo tegen Genoa, weet je wel. 1-2. Daar zet je hem niet voor aan. Nee. Weet je wel? Maar de leukere wedstrijden in Italië, zoals van de week Atalanta-Juventus, is gewoon fantastisch om te zien. Ja, zeker. En er is echt al een tijdje een verandering ingezet. Ik denk nu twee seizoenen of zo ongeveer. Want het is wel... Ja, ik denk wel langer. Na het toptijdperk was het ook wel een tijd mors dood. Inter, dramatisch hè. 1 punt in april. Ik denk, bel even met Raul of Cerulli. Wie moet Pioli nou gaan vervangen volgens seizoen? Hij zei wel terecht van dat hij bij het enige punt was dat ze hebben gehaald. Dus misschien moet hij maar eens de brand weer naar Milaan. Weer terug naar Milaan. Als ze dan weer een punt gaan pakken. Yo, de mensen van FC Buitenland. Jordi vroeg aan mij als Inter-supporter of ik even mijn mening kon geven over wat er allemaal speelt. Nou, zoals iedereen weet is het nogal crisis bij Inter. In de maand april in alle wedstrijden die zijn gespeeld 1 punt gehaald. AC Milan tegen Inter, gelijk spelletje in de laatste minuut weggegeven. Dus nu is het officieel weer sprake van een enorme crisis. Het schijnt dat Pioli zijn ontslag heeft aangeboden bij de club. Heeft het geweigerd. Die heeft gezegd, we willen met jou het seizoen afmaken, wat logisch is. Want dat is ook het grootste probleem wat er is. De afgelopen 8 jaar heeft Inter 7 managers versleten. We weten allemaal, Frank de Boer was na een paar maanden al weg. Mancini na een half jaar of 1,5 jaar. Pioli gaat er dus ook niet langer dan 1 seizoen volhouden. En dat is eigenlijk het grootste probleem. Samen met dat er gewoon geen vastigheid is binnen de club. Freddy Guarin heeft heel lang bij Inter gespeeld, is nu naar China gegaan. Die heeft recent gezegd, in de tijd dat ik bij Inter speelde heb ik volgens mij 90 verschillende mensen bij de club zien gaan en erbij zien komen en weer weg zien gaan. En ja, daar kan je niks op bouwen. Dat gaat gewoon mis. En dat is heel logisch en dat is ook het grootste probleem. Er wordt nu bij de supporters op Twitter heel veel gezegd dat Piero Ausilio, dat is de technisch directeur die verantwoordelijk is voor alle transfers, het aantrekken van trainers en managers of wat dan ook, dat het probleem wel eens misschien aan hem kan liggen. Hij heeft heel veel goede aankopen gedaan, die qua waarde gewoon heel goed zijn gebleken. Of die aan het begin heel goed bleken, maar uiteindelijk weer spelers zijn geweest die binnen een seizoen zijn weggegaan. Jovetic, ontzettend goede speler, doet het bij Sevilla ook heel leuk als hij kan spelen, maar bij Inter nooit uit de verf gekomen. En zo zijn er heel veel spelers te noemen. Candreva, begin heel goed, loopt nu alleen maar te fluimen. Perisic is wel een vaste kracht. Gian Mario voor 40 miljoen gehaald. Als hij speelt, ontzettend goed. Maar speelt bijna niet. En ja, eigenlijk moeten ze gewoon 1 manager hebben. Helemaal opnieuw beginnen. Alle spelers, Nagatomo, Ranocchia die nog op de loonlijst staat. Allemaal van dat soort spelers gewoon lozen. Opnieuw beginnen. En niet in Europa gaan. Dat ziet er nu uit alsof ze niet in Europa ingaan. En wat je dan krijgt is dat je gewoon een vast groepje spelers krijgt met wie je 36, 34 wedstrijden lang de tijd krijgt om eraan te bouwen. Geen Europa, gewoon de focus op het team weer reorganiseerd krijgen. En wat daarvoor nodig is, is een manager die dat kan, die alles bij elkaar houdt, die een beslissing durft te nemen van oké, weet je wat, we gooien de helft eruit, we beginnen opnieuw. Want je hebt eigenlijk niks meer te verliezen nu. We hebben er lang op zitten hopen dat het wonder van Granada nog zou geschieden, maar zaterdagmiddag ging het uiteindelijk toch mis. Ja. Verloren met 2-1. Best zoals je dat. Tony Adams, het was van korte duur. Hij heeft nog de kale legende in laten vliegen als assistent. John Metgod, ja. Ja, die deze dagen vooral furoren maken in oude fijne filmpjes. Maar ze gaan wel blijven, toch? Ja, volgens mij doet Adams wel een andere rol. Niet meer als hoofdtrainer. Maar die blijft daar beleid bepalen. Ik weet niet. Ja, ik denk dat de Secunda B... die longt meer dan de terugkeer naar La Liga. Ja, het idee. Het is niet zo'n bijster denderend team. En, maar ja, in die segunda division kan het heel raar lopen. Ze hebben geloof ik 22 ploegen. En dat
ontloopt me allemaal niet zoveel. Nee, die zo goed als bijna een jaar voetballen daar. Oh. Die zijn nog lang niet klaar in de seconde. Nee, ik heb toevallig van de week gekeken. De laatste speelronde is geloof ik letterlijk op 11 juni. Ja, en dan krijg je nog play-offs. Dus die zijn gewoon begin juli zijn ze klaar. In ieder geval komt Levante terug, dat is wel leuk. Ja, Levante terug, zeker. Hartstikke leuk. Nog iemand is gedegradeerd, hè? Maar ja, dat staat er al een tijdje aan te komen. Osasuna, dat roepen we echt al sinds oktober. Deportief wel kwam op bezoek, het werd 2-2, laatste poging. Maar ja, die hadden zich er volgens mij mentaal al een tijdje. Ze wilden alleen, een beetje met eer wilden ze eruit gaan. Dat is best wel gelukt nog met een paar overwinningjes. Ja, nee, kijk, ik vind het vooral goed nieuws dat bepaalde ploegen er wel in blijven. Ja. Een Depor bijvoorbeeld. Betis, Malaga. Ja, nou ja, kijk, Gijon zou ik nog hopen, maar dat zie ik denk ik niet meer gebeuren. Nee. Leganés, het kleintje, dat blijft erin. De komkommerclub, hè? Ja, het was de twee ukkies tegen elkaar dit weekend. Eibar tegen Leganés. Ja, Eibar die doet gewoon mee voor Europees voetbal nog steeds. Ja, maar het is alleen, nee, want Villarreal die het echt leek weg te geven, die is opeens weer wakker. Volgens mij gaat dat een beetje inherent aan iemand die ik in het begin van het seizoen heel veel genoemd heb, daarna wekenlang niet. Cédric Bakambu. Ja man, echt leuk om die weer een beetje te zien. Hij loopt alleen op de keeper af. Soldado loopt, zeg maar voor het idee mee, hij tikt hem opzij. Hij schuift hem naast die Soldado. Ja. En die zegt dan, schiet hem er zelf in. Ja. Nog even. En ja, de titelstrijd, dat blijft. Het ging Real dit weekend niet makkelijk af. Nee, maar midweeks wel. Midweeks wel, ja. Goed stuk gelezen van Mine Groenstegen, vriend van de show. Zeker. Over hoe de B-ploeg van Real Madrid eigenlijk nog beter speelt dan de A-ploeg. Hè? Met natuurlijk Marcus Asensio. Ik ga zijn tweede naam niet noemen, want je weet heb ik het. Dat doen wij niet. En ja, natuurlijk Isco, Lucas Vazquez. Want ze gaven echt een showtje weg hè, bij Depor midweeks. Er is veel kritiek op de BBC en dan op de twee B's. Dus in dat geval, dan zal je toch, ja, die jongens die op de bank zitten kunnen gewoon heel goed voetballen. En als ze dan, alleen die, kijk, Marco Asensio, die gaat natuurlijk nooit het aantal shirtjes verkopen wat Bale doet of wat Benzema doet, weet je. Dus dat blijft, ja, dat is natuurlijk al 15 jaar zo daar, weet je wel, met de Pavonistas, weet je nog vroeger. Mm-hmm. Die wilden hetzelfde verdienen als de toppers en terecht, maar ja. Maar goed, ze gaan denk ik wel gewoon kampioen worden, hoor. Want Celta die zijn toch ook een beetje uitgeblust. Als die, als die laatste wedstrijd komt, dan gaan ze ofwel of niet naar de Europa League finale. Ja. Over de allerlaatste wedstrijd kregen we een vraag van Chris. De mening over Malaga Real op de laatste speeldag, wat Barça ervan vindt en hoe wij daar tegenaan kijken. Ja, kijk, dat is natuurlijk wel grappig, want de banden tussen Malaga en Real Madrid, dat is natuurlijk erg goed, hè. Ik bedoel, vaak zaken gedaan, vaak dezelfde trainers. Nu hebben ze natuurlijk met Michel, ja, dat is een beetje de Henkie Vrezer van Madrid, hè. Ik bedoel, die vierde echt, ja, dat is een geweldige speler in de tijd van Leo Beenhakker bij Real. En nu zit hij bij Malaga op de bank. Ja, ik heb zoveel over Henk gezegd dat mensen mijn mening er inmiddels wel over weten. Ja, weet je, hoe denken we daarover? Ja, kijk, gewoon in elke competitie heb je dit soort dingen. Ik heb het minst twijfel over wat ze op de laatste speeldag inplannen. Ja, de 9 van 10 keer is het toch al gelopen of ja, weet je helemaal niet tussen wie het gaat. Ik vind er helemaal niks van. Ja, nee. Barça zal nu wel balen, maar ja, dan heb je het uiteindelijk nog zelf naar gemaakt. Ja, voor hetzelfde geld is het een andere keer is het weer andersom, weet je wel. En dan laten we niet vergeten dat de man, de revelatie van Malaga dit seizoen, Sandro Ramirez. Ja, dat is een Barça-jongen ook. Dat is een behoorlijke Barça-jongen. Ja. Dus, en nog eventjes over Real. Tobias wil weten, hoe kan Casemiro steeds weer die rode kaart ontlopen? Ja, ik heb wat fragmenten gezien. Eentje werd nadrukkelijk op internet naar voren geschoven. Waarom dat, ja, wat al knap is van Casemiro, dat hij in de 11e minuut de tweede gele kaart kan krijgen. Maar ik vond helemaal niks. Het is gewoon een wilde brus. En ja, als ze Real Madrid spelen thuis, kan je altijd wat meer maken. Net als zeker, Barcelona spelen thuis. En uit. Ja, Bayern München kampioen. Verrassend. Oh, ja. Ik had het niet uitzien komen. Water is nat. Nee, ja. Kijk, daarachter vallen ze toch over elkaar heen. Leipzig weet niet te winnen. Ja. Dortmund weet uiteraard niet te winnen. Nee, want Hoffenheim die pakte in de laatste minuten nog een overwinning. En die staan nu op plek 3. Dortmund plekje 3 kwijt. Ja. Weet je wat ik echt bizar vond? Ja, schiet me in één keer te binnen. Dat Dortmund, dat speelt om 3:30 tegen Köln. Ja. En dat is dus om 4:15 afgelopen.
om 9 uur was het Guingamp Saint-Étienne, gewoon in een fucking uithoek in Frankrijk. En die Aubameyang die komt zo de tribune oplopen. Die staat er alweer. Ja, dat is gewoon 3 uur na affluiten, weet je wel. Helikoptertje. Ja, ik weet het ik niet. Ik vind hem, hij ziet, nou, hij ziet er wel een helikopter uit, vind ik altijd. Ja, sorry. Het schiet me in één keer binnen, weet je wel. Ik had Dortmund niet gezien en ik zie hem niet. Ja, what the fuck, weet je wel. Ja. Ja, toen kwam, ja. Sorry hiervoor, maar dit kwam mij in één keer. Ja. We kunnen meteen het stukje bovenin kunnen we afsluiten, want dat is allemaal niet zo denderend. Nou, Werder Bremen. Ja, dat is inmiddels Bremen, bovenin. Ja, natuurlijk, maar ja, zullen de mensen niet een beetje gek van ons worden met onze Werder Bremen? Ja, luister, ze flikken het elke week weer. Nu tegen eigenlijk een rechtstreeks concurrent met gemak. Hertha en weer natuurlijk de mannen Finn Bartels en de cruise control hebben, Max Kruse. Ja, allebei een assist, allebei een goal. Ja, ja, ze zijn niet te houden. Ja, volgens mij, ze gaan het gewoon halen op deze 8 goals, 5 assists, laatste 6 wedstrijden, die Max Kruse. Ja. Ja, het is sensationeel. Maar, kregen wij ook een vraag binnen van Ajax-tijd, zo heet hij. Wat is het succes achter de wederopstanding van Werder Bremen? Ja, ik denk steengrillen of zo, of karten. Maar ja, luister, kijk, ik vond het helemaal geen goede ploeg. En dat vind ik nog steeds niet, maar voor de winter halen ze niks. Nee, maar ik denk... Misschien toch die gekke trainer, weet je? Ja, wel. Wel gewoon. Want kijk, natuurlijk zijn er 2-3 mutaties geweest met de winterstop qua aankopen. Delaney, wat ze vorige week zeiden, is bijgekomen. Maar alle credits voor deze trainer die van zo'n van doodpaard een volbloed Arabier heeft gemaakt in een winterstopperiode. Ja. Dus ik verzin het allemaal te plekken, mensen. Wat moet u hier nou mee? Ik heb geen idee. Haal die gek weg, joh. Maar ja, Europees voetbal is een leuk winterstop. Ja, want ze staan nou zesde. Ja. En dat gaat gewoon en helemaal goed komen. Met een bekerfinale Dortmund-Frankfurt. Het is zo'n moment dat je baalt dat het seizoen voorbij is. Weet je, heel veel ploegen zijn dan blij van nou, over dit, over zus. En, als het nu februari was, waren ze kampioen geworden, ja. Ja, dat is sensationeel. Maar alle credits daarvoor. Maar mijn blik ligt toch steeds onderin. Het kan nog steeds. Darmstadt, dat wint gewoon dit weekend weer feilloos met 3-0 van Freiburg. Ja. En ja, ik had toch een beetje gegokt op Augsburg. Maar daar ben ik zo ontzettend van geschrokken. Die speelde tegen HSV. Nou ja, dat is wel voor beide partijen. Ik heb HSV echt op betere dingen betrapt dit seizoen dan Augsburg. Helemaal weggespeeld. HSV lijkt ook een beetje dat te hebben dat ze tegen topclubs wel iets kunnen brengen. Of laten ze een acceptabeler niveau halen dan tegen rechtstreeks te doen. Want we zagen het inderdaad tegen Darmstadt vorige week, gênant eraf. Nu tegen Augsburg, ja. Idem dito. Toevallig het heeft ik allemaal het gewoon, heel weinig met voetbal te maken. Ik viel erin na een kwartier of zo. En toen altijd op, die schoot op de paal. Zijn broer die schiet in Istanbul, schoot hij altijd op de paal. Want we kregen ook een vraag binnen van de ons welbekende Marcel. De degradatiestrijd in de Bundesliga. Gaat HSV degraderen met het gevolg dat ze die klok, weet je wel? Ja. Die van hoeveel, die nog steeds telt van hoe lang ze al in de Bundesliga spelen. Gaat die weg kunnen? Nou ja, de enige mazzel die ze hebben... Mocht er geen wonder gebeuren met Darmstadt, is dat ze die play-off gaan spelen. Ja, dan dat zijn wedstrijden op zich, om maar even een cliché erin te gooien. Maar dat is de enige kant. Want ik zie ze in deze competitie, want ik had ook van de week even gekeken. Want ze krijgen nu, even kijken, HSV krijgt Mainz op bezoek. Daar moet het gebeuren. Ja. Want dat is, weet je, Mainz is dan ook niet lekker. Dan na Schalke. Ja. En op de slotdag krijgen ze Wolfsburg op bezoek. Ja, het zijn... Dat is een rechtstreeks concurrent natuurlijk. Dat zijn twee van de drie gaan gewoon om die plek. Ja. Nou ja, kijk, het is natuurlijk niet zo'n lekkere eigenschap als je degradatieploeg play-offs moet spelen voor een ploeg die alleen tegen topclubs presteert. Nee, inderdaad. Ja, aan de andere kant. Een paar van die opgevoerde gasten uit de Tweede Bundesliga op bezoek. Een Braunschweig of een Union Berlin. Fortuna, wat is het? Hannover. Hannover zit ook nog. Waar Charlie zo'n Benschop weer fit is. Nou, ik weet niet hoe lang blessure leed. Dus dat was ook wel een leuk nieuwtje. Maar ja, de voorspelling durf ik me niet aan te wagen. Want op vrijdag was het Leverkusen tegen Schalke, die eigenlijk sinds Schmid weg is, alleen maar slechter zijn gaan voetballen met Korkut. Ja, dat was wel pijnlijk, hè? 1-4. Niel die vraagt voor een wetje, Toto, van wat denk je? Ik zeg, nou ja, Leverkusen gaat niet verliezen, want dit is alles of niets. En Schalke, die presteert niks. Maar ook gewoon echt het hele pakket, hè? Huilende spelers, troostende fans. En ik vond nogal wat. Ja, als je naar die ploeg kijkt, dat is ongelooflijk. En het is wel, ja, de Bundesliga, hoe snel het kan gaan. Want ze staan gewoon echt binnen handbereik voor die hele play-off degradatie. Ja, nou, maar dat is eigenlijk met meer ploegen. Hè? Als je de stand erbij pakt, ploegen die je voor de winter gewoon helemaal afschreef. Bijvoorbeeld een Gladbach, terwijl hier een muziekje afgaat.
Werder Bremen natuurlijk als beste voorbeeld. Ja. En andersom bijvoorbeeld de Mainz dat helemaal weg is gezakt. En ja, Leverkusen. Frankfurt ook. Frankfurt, ook nog even mee de, die stond volgens mij een tijdje op plek 3. Ja, ik vind echt waar, als je Bayern München weghaalt, vind ik de meest interessante competitie die er is. Qua onderling krachtverschil. Zo minimaal. Dat mag jij vinden. Dankjewel. Frankrijk. Ja, Ik heb begrepen dat zelfs jij gekeken hebt. Ik heb grote stukken gezien van de wedstrijd. Ik kon niet live verslag zien. Ja, ik heb zitten smullen, maar het is jouw pakje, Jan. Er zijn heel veel mensen die mee hebben gekeken en vragen hebben. Dus ik zit klaar voor. Je moet, ik ga vuren op je. We hebben het natuurlijk over Nice Paris Saint-Germain. Hè? Uiteraard. Paris Saint-Germain dat alle zeilen bij moet zetten om nog Monaco te kunnen achterhalen om kampioen te worden. Hè? Dat zou de vijfde titel op rij zijn. Maar het ging niet zo lekker. 3-1. Ja, ze moesten naar Nice en Balotelli haalde alles uit de kast. Eerst maakte hij een prachtige goal. En vervolgens, hij maakte PSG helemaal gek. En het potje kookte over. Uiteindelijk eindigden ze de wedstrijd met 9 man. Thiago Motta gaf een kopstoot. Zo. Angel Di Maria die kwam een partij smerig in. Goed van de arbitrage vond ik die van die eerste van Motta wel. Want ik zag de situatie niet. Was nogal op een andere plek. Nee, maar ze zijn klaar. Paris klaar. Ik vind het niet leuk, maar ze gaan geen kampioen worden. Yeah. Wat ik wel leuk vond, was het tweetje van Lyon. Gewoon gelijk na afluiten. Plaatsen zij, we hebben hier aantal titels achter elkaar. Zeven titels achter elkaar, want die zagen hun record natuurlijk ook al sneuvelen. Maar dat gebeurde niet. Gat is nu 3 punten, want Monaco won wel, zei het met hang en wurgen van Toulouse, 3-1. Ben je er klaar voor de inhoudelijke vragen? Kom maar door. Julian van Wessum, ons wel bekend. Ja. Is Emery het slachtoffer van het gebrek aan leiderschap van Thiago Silva? Ik denk dat Emery het slachtoffer is van eigenlijk een combinatie van factoren. Inderdaad, Thiago Silva gaat niet zo lekker dit jaar, maar dat echte leiderschap waar ze op hebben gehoopt, dat is nooit echt is dat er geweest, denk ik. Kijk, waar hij het slachtoffer van is. Hij is gehaald om Europees succes te brengen. Want dominantie in de Franse competitie hadden ze al. En die laatste stap moest gemaakt worden. Vervolgens krijg je natuurlijk dat Barcelona debakel. Ja. Ja, dat staat heel lullig. Ik bedoel, als zij gewoon 2 wedstrijden met 2-0 hadden verloren, weet je wel. Van Barcelona. Dan zegt iedereen, ze zijn een maatje te groot, niks aan te doen. En het is niet zo dat zij nou aantoonbaar slechter zijn dan vorig jaar. Het is Monaco dat gewoon een inhaalslag heeft gemaakt. En Nice dat het fantastisch doet. Dus in andere jaren zou Emery ook met Paris Saint-Germain gewoon kampioen zijn geworden. Alleen, het is wel gewoon een feit dat ze onder hem niet de stap omhoog hebben gezet. Sterker nog, ze hebben een stapje terug gedaan. Ja. En dat is heel erg pijnlijk. Is dit het hoogst mogelijke niveau voor Balotelli? Of kan hij een stap hoger? En welke club? Stan? Ja, kijk, wat vind jij? Nou ja, kijk, ik vind Balotelli misschien wel de raarste voetballer die er is. Elke keer als ik denk van hij kan er helemaal niks van, dan doet hij weer fantastische dingen. En vice versa. Ik zie het oprecht hier voor het eerst. Want ik heb altijd als mensen over Balotelli begonnen. Je hebt een wedstrijd gehad, Italië-Duitsland. Daar was hij sensationeel. Voor de rest heb ik niet één wedstrijd van hem gezien. Een momentje hier en daar, maar niet één hele wedstrijd dat Balotelli mij liet zien dat hij wereldtop was. Nou, weet je wat ik nu zo goed ook aan hem vond? Dat was misschien niet eens wat hij aan de bal liet zien, maar gewoon... Hij slaagde er in zijn eentje in gewoon om iedereen om heel... gek te krijgen. Precies, kijk, hij weet wat hij weet. Ironisch zelf... natuurlijk, hè? Want die man die zelf nogal snel. Nee, maar daarom, maar kijk, hij weet zelf natuurlijk ook wat voor invloed of wat hij met mensen kan doen, weet je wel. Dus zij staan 2-0 voor en hij gaat bij die cornervlag, gaat hij gewoon heel irritant de meest belachelijke trucjes aan. Ja, ik geniet daarvan. Omdat hij gewoon weet, dit is een rode lap op een stier en dan komen het als een Matuidi. Ja, precies. En dan, wat hij nu dus slim deed, vroeger gaf hij dan nog wel eens gewoon een hoek terug. Ja. En nu, hij liep gewoon weg en hij maakte zich gek en lullen met die Cavani, weet je wel. Ik vond het echt leuk om te zien. Ja. En Nice, wereldprestatie. Echt een wereldprestatie. Ik vind dat ze elkaar dankbaar moeten zijn en dat hij volgend jaar met de Champions League in proberen moet gaan. En als hij nog een seizoen op dit niveau kan acteren, dan waarom niet? Maar ik vind dat hij eerst maar de club en de trainer dankbaar moet zijn dat die hem zo ver gebracht hebben. Ja. We zijn er nog niet. Heeft Nice iets te zoeken in de voorronde Champions League? Ook omdat 2 doelpuntenmakers tegen PSG worden gehuurd. Gideon. Er zijn 2 doelpuntenmakers gehuurd, dat klopt. Maar dat is niet de kern van de ploeg. De kern van de ploeg, die hebben allemaal nog een contract. Er is behoorlijk wat geld. Ik bedoel, er is vorig jaar een investeerder gekomen. Dat is de reden dat bijvoorbeeld een Dante kwam, een Balotelli. Die zouden in eerdere jaren niet zijn gekomen. Nee. En ik denk dat Nice ook wel een beetje een aantrekkingskracht wordt. Een beetje wat Utrecht in Nederland is voor jongens die met hun carrière een beetje in het slop zitten. Want ze hebben het nu 2 jaar op rij gedaan met Ben Arfa.
En met Balotelli. Belhanda. Belhanda, ook zeker niet te vergeten. En ja, het ziet er leuk uit, het leven is er goed. Ik denk dat daar nu nogal wat Gent vrij gaat komen, zeg maar. Want, dus ik denk dat, dat Nies... Ja, ik zeg niet dat ze lachend die groepsfase door gaan fietsen, zeker niet. Maar ja, ik ben wel benieuwd wat ze gaan doen in de Champions League. Zij doen niet onder voor de gemiddelde Champions League ploeg. Monaco en Lyon vielen. Spelen deze week natuurlijk Europees voetbal. Dan ga je de mensen zeker wat over vertellen in de previews. Daar gaan wij het lekker over hebben in de previews, ja, want het worden hele leuke wedstrijden. Komen deze dagen op de social media kanalen voorbij. Nou roep jij al sinds februari of zo van Besiktas is kampioen. Nou was het dit weekend toevallig een leuk potje. Ja. Het ging niet helemaal lekker voor de mannen van Besiktas. Nee. En dus had René een vraag voor jou. Gaan ze de titel nog verspelen? Başakşehir Beşiktaş 3-1. Ja, de nummer 2. Dat was wel even schrikken voor ze. En het gat is nu geslonken tot 4 punten. Er zijn nog 5 duels. En volgens mij komt nog een Beşiktaş verder aan. Ja, ze gaan toch niet meer, ze gaan niet uit handen geven. Want Başakşehir, ik weet niet wat die deze week op de menukaart hadden. Die hebben van de week kwam Fener op bezoek in de beker. Ja, ze denderden het werkelijk over in de openingsfase. Alleen ze hadden wat problemen met een vechtpartijtje vorige week natuurlijk. En er kwam wat schorsing uit. Dus ze hadden geen keeper. De eerste en de tweede keeper waren allebei geschorst. En de derde keeper stond op doel. Fener maakte daar gebruik van. En speelde de wedstrijd een beetje dood. Werd 2-2 in de beker. Ja, volledig dezelfde tactiek tegen Beşiktaş. Na 18 minuten staat 3-0. En in de beker 2 keer. En nu weer 2 keer. Cengiz Ünder. Dat is de jongen gekomen voor 7 ton van de Turkse opleidingsclub Altınordu. Ja... Ze lijken op het juiste moment in bloedvorm. En Beşiktaş had vorige week maandag kregen ze Adana de nummer laatste op bezoek. Dat werd 3-2 kilo. Toch zie ik het niet meer gebeuren. Maar hebben zij een slechtere periode dan dat in één keer dat ze... Want ze zijn er bijvoorbeeld ook in de Europa League, zijn ze eruit gegaan. Ja, tegen Lyon, weet je wel. Is dat een tikje geweest? Dit is denk ik nog samen met de wedstrijd tegen Adana Sport. Die kwam ook natuurlijk na die uitschakeling en dan nu. Dus zij hebben even één vertrouwenstankpotje nodig. En dan zullen ze er wel weer zijn. Omdat het zijn nog 5 wedstrijden. Dat moet je gewoon kunnen uitspelen. Ze hebben veel meer ervaring. En ze zijn ook kwalitatief beter, vind ik. Maar ja, credits voor Başakşehir. Die gewoon plek 2 lijkt veilig te spelen. Waar Fener en Galla altijd nog dachten van misschien te kunnen behalen. Dik Advocaat kreeg Rizespor op bezoek. In een praktisch leeg stadion weer. En op een gegeven moment het stond heel lang 1-1. In de laatste minuut, de keeper van Fener die wil hem uittrappen. Gooit de bal in de lucht. De speler kopt hem uit zijn hand. Die had al geel. De scheidsrechter vond de overtreding geel waardig. Geeft hem rood. En uit die aanval scoort Emenique of zo in de laatste seconde de 2-1. Dus nog wat lucht voor de nieuwe bondscoach. Denk ik. Ja, en voor de rest. Ja, die moeten nog. Maar er is eindelijk. Er is een kans. Er is wat lucht gecreëerd. Want Trabzonspor die wint een keer niet. Die speelde gelijk tegen Gençlerbirliği. Dat was echt een schiettent. Die Rodiega heeft denk ik wel 6 opgelegde kansen gemist. Ja, goud waard mocht Galla deze week winnen. Want dat is wel echt nodig. Ik kreeg nog een vraag binnen van Altekiem. Wanneer gaat Adebayor met pensioen? Nou moet ik heel eerlijk zeggen dat ik dacht dat hij al met pensioen was. En dat leek ook. Hij had gehoopt. Ja. Verschrikkelijk irritant. Heb je de berichtgeving toen met Lyon voorbij te komen, dat Lyon interesse, dat hij zei van ik wil met de helikopter elke dag naar de training. Ja, wou die een hele wijk hebben of zo. Ja, maar ik kan niet anders zeggen dan voor iemand die zo lang niet gevoetbald heeft. Hij ligt goed in de ploeg. Ik zie alleen maar leuke filmpjes voorbij komen op trainingen. Want, en extra filmpjes. Hij zit bij Başakşehir in de spits. Hij scoorde ook dit weekend tegen Beşiktaş, waaronder. Mooi nagaan. Ja, hij is 33 en hij is fit als een hoentje. Dat had ik ook niet verwacht. Maar het is wel... Het is nog steeds wel een lekkere targetman om te hebben. Dus ik zie die nog wel 1 à 2 jaar voetbal in Turkije. Kregen wij allemaal vragen binnen over Bas Dost. Namelijk, gaat hij de gouden schoen pakken? Is hij goed genoeg voor de Europese top? En is hij toe aan een stap hogerop naar een echte topcompetitie in Europa? Als die vragen binnenstromen, weet je dat hij weer eens een hat-trick heeft gemaakt ergens. Ja. En dat was ook het geval uit bij Braga. Niet de minste tegenstander. Ja, Bas Dost... I don't know. Ja, weet je wat? Gouden schoen. Als ik hem zou ik lekker daar gewoon blijven, man. Weet je wel? Hij is daar onomstreden. Het is een grote club. Het is een mooi land. Het is lekker wonen. Ja.
Weet je, vroeger hadden zij natuurlijk de Mario Chardels en de Lietzons. Maar dat is ook al jaren niet meer gebeurd. Hij is volgens mij de eerste buitenlander of de eerste spits weer in zoveel jaren die 30 gepasseerd is. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Kijk, gouden schoen, dat zou eens in de tel kunnen hoor. Maar ik verwacht dat Messi, want dat is een concurrent, die staat volgens mij nu 2 goals voor. Die zitten in die kampioensfase. Barça heeft niks anders dan, die gaan nog wel een paar keer 8-0 winnen. Dat komt hem niet zo goed uit, want het is een mooie ereprijs hoor, laat daar niet van. Mm-hmm. Stap je hoger op? Ja, nee, ik ben het eens met je conclusie. Ja. Ja, precies. Nou, dat vind ik een mooie. Vind misschien wel een mooiere club dan Wolfsburg, waar die vandaan komt. Absoluut, dat zeker. Nou, en lekkerder het, weer. Ja. Ik vind het eigenlijk al een mooie afsluiting voor deze week. Ja, toch? Ja. Volgende week zijn we er weer. Zijn we er weer. Volgende week zijn wij er gewoon weer met een nieuwe FC Buitenland. Vergeet even niet deze video te liken, juist. Hey. Ja. En als je dat nog niet hebt gedaan, ik kan het me echt niet voorstellen, maar abonneer dan ook even op het YouTube-kanaal van FC Afkikken. Tot volgende week. Doei.